op mijn nieuwe video. Vanochtend heb ik lekker ontbeten. Daarna heb ik de bovenverdieping aangepakt. Ik heb al onze kamers schoongemaakt. Shirana werkt vandaag vanuit huis. Toen hij Genoa vanochtend naar school toe had gebracht, ging hij gauw sporten. Dus toen heb ik heel snel onze slaapkamer gedaan. Bedden goed verschoond. Gestofzuigd en bureau en zo afgenomen. Daarna heb ik de kledingkamer gedaan en als volgt heb ik meesterse kamer gedaan en nu zit ik lekker op de bank. Ga ik nu de koelkast opruimen. Ga ik eerst eventjes al het overbodige uit de koelkast halen en daarna gaan we het lekker gezellig weer herindelen. Ik ben inmiddels klaar met de koelkast. Noah is ook thuis. Er zijn vandaag echt heel veel pakketjes bij mij geleverd. En ik ga ze nu met jullie openmaken. Ik heb trouwens gisteren, ik voel me daar gewoon niet prettig over. Gisteren heb ik tot en met, heb ik zo een klein beetje water overgelaten. Ik heb hem niet helemaal opgekregen. Vandaag is het mijn doel om hem wel helemaal op te drinken. Aan de andere kant vind ik dat ik toch niet helemaal gefaald heb. Want ik heb wel 2 koppen thee gedronken in de ochtend en in de middag. En toen ik ging sporten heb ik ook de helft van mijn bidon leeg gedronken. Dus ergens heb ik het wel gehaald. Maar gewoon voor het idee om die laatste druppels te drinken. Dat is gewoon toch ietsjes prettiger. Dus vandaag ga ik echt mijn best doen om op te drinken. En ik zit echt... Ik zit pas op 400 milliliter. Dus dat mag echt wat harder gaan. Oké, de volgende doos komt van Look Fantastic. En ik had jullie toch gezegd dat ik... In de vorige video had ik laten zien dat ik Beauty Blenders had besteld. En ik was heel blij, want... Ze waren bij Look Fantastic volgens mij allemaal voor 25% korting. Maar vervolgens ga ik 2 dagen later naar de prijsmappers en koop ik letterlijk 2 voor 1,50 of zo. Dus... Maar goed, je kan nooit genoeg beauty blenders hebben. Ben jij alsjeblieft niet die persoon die een half jaar tot een jaar lang met 1 beauty blender doet. Gooi die dingen gewoon op tijd weg. Want... Een beauty blender, weet je hoeveel viezigheid daarop komt. En dat zet je allemaal weer terug op je gezicht. Dat kan gewoon echt niet. Dus don't be that girl. Oké. Ja, hier heb ik dus weer 2 nieuwe beauty blenders. Echt zo toevallig. Dat is 1. Dit had ik nodig. Mijn All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray. Die was gewoon helemaal op. Ik ben hier zo blij mee. Ik heb ook expres de grote gekocht. Want dit is gewoon de beste setting spray die ik tot nu toe in mijn leven heb gehad. Deze. Hij is echt heel erg goed. Jullie weten dat als ik uitga, ik mijn make-up zet. Dit spray, alles blijft mat, hè. Alles blijft mat. Dit is echt een hele goede no-spon. En wat ik ook gehaald heb. Ik had het een alles is, ik zei een tijdje geleden, maar ik zei echt een tijdje geleden dat ik wil gaan leren om oogmake-up aan te brengen en echt like a pro. Bijna al mijn kwasten zijn van Real Techniques en echt waar, ze zijn echt heel goed. Kijk, dit is top. Gelijk alles in één. Dus hier ben ik echt blij mee, kan ik even gaan oefenen. En binnenkort, wanneer ik dan lekker mijn make-up doe, kan ik ook... oogmake-up laten zien. Want als er iets is dat, waar ik echt van hou, is dat het. Van waar is dit? Dit is van bol.com, guys. Dit heb ik echt nodig. Ik ben echt blij. Ik heb het gisteren besteld, want ik was er echt even klaar mee. Ik ging gisteren een kookfilmpje maken. En af en toe wil ik een andere angles hebben. Ik hou ervan als ik bijvoorbeeld groenten aan het snijden ben. Dan hang ik mijn camera vaak aan mijn keukenkastjes. Mijn statief is opeens verdwenen. En echt al voor een paar maanden. Dus ik dacht echt bij mezelf. Tijdens dat Cyrano het van voor boven voor me aan het filmen was. Met al zijn moeite. Maar 3 minuten lang zo stilstaan. Dat gaat gewoon niet. Op een gegeven moment ga je bewegen. En dat irriteert mij gewoon. Dus ik dacht echt bij mezelf. Ik moet echt even een statief gaan kopen. Goede investering voor mijn video's. Dus ik hoop dat het de goede is. Ik hoop het echt.
Ik heb de Octopus XL gehaald. Hier las ik hele goede reviews over. Het is volgens mij een vrij nieuwe. Want ik heb hem nooit eerder gezien. En ik moet gewoon weten hoe die aanvoelt. Hij is echt groot. I love that. Oeh. Ja. Oeh. Hij voelt echt stevig. Mensen zeiden al van. Kijk, dit is hem. Ik kan hem gewoon zo neerzetten. Maar wat je dus ook kan doen, is je kan hem buigen. Hey! En dan kan ik hem dus... Yes, hij past bij mijn keukenkast. En dan kan ik dit zo zetten. Kijk. Kijk, kijk. Migado, niet kijken. Yo. Stay there with your ass. Zo. Ja, kijk. En dan kan ik mijn camera hierboven klikken. En dan kan ik gewoon mijn groenten snijden. En dan kan ik het zo tjik, 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 tjik. Oké, ja. Top. Maar dan, nu omdat ik het gebogen heb, moet het wel weer gewoon weer recht zijn. Hè? Ja. Hij voelt echt lekker stevig. Maar is het alleen voor een telefoon? Of kan je je camera ook aan? Ai. Ik hoef dingen kapot maar. Het is dus voor een camera. En voor je telefoon. Dus daar ben ik blij mee. Ja. 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 Zo. Oké. Dit gelijk weggooien. Dit pakketje komt van Amazon. Bijna alle pakketten van Amazon zijn leesboeken. En dit is weer een nieuw leesboek van mij. Look at you. Hoe ben jij binnengekomen? Ja, je bent prachtig binnengekomen. Guys. Ja. Maar laatst heb ik die Fine Revolts gelezen. Dat ene boek waar ik het, als jullie nu kijken, volgens mij 2 weken geleden over had. Over een meisje. Wiens broer in het leger gaat en dat ze brieven gaat schrijven. Lalala. En dit is dus deel 2. Jongens, dat boek had zo'n zware cliffhanger waar je u tegen zei. Ik werd gewoon boos. Ik ging gelijk zoeken van, is er niet een deel 2? En bam, deel 2 is sinds 4 januari uit. Dus ik ben zo blij dat ik weer verder kan hiermee. Het enige dingetje wel, ik zit hartstikke vast in het boek van Colleen Hoover. Alleen heb ik de afgelopen dagen, gisteren heb ik gewoon een hele dag niet gelezen. En dat is voor mij heel bijzonder. Vandaag en morgen wil ik hem eigenlijk wel uitlezen. En dan twijfel ik of ik verder ga met deze. Of verder ga met het tweede deel van het boek die ik nu aan het lezen ben. Maar goed, goed verhaal. Ik zit weer goed voor de komende 2 weken. Oké, ik ga nu alles opruimen hier. En daarna ga ik beginnen met mijn sapjes maken. Ik heb daar echt heel veel zin in. Ik denk dat ik ga beginnen. Want ik wil niet te veel sapjes maken. Omdat ik dat zonde vind. Let's do this. Ik wou net gaan beginnen met sapjes maken. Maar kijk even hoe deze twee in slaap zijn gevallen. Like, I can't. This is so cute. Nou, hij heeft nog een sticker van school op zijn hoofd. Nou. Echt cute dit. Dus ik ga nu geen sapjes maken. Want dat ding maakt vreselijk veel herrie. Dat kan gewoon echt niet. Dus ik ga ze nu gewoon lekker laten slapen. En ja, wat ga ik doen? Oh ja, dat ga ik doen. Ik ga mijn zondag vlog editen. Dat ga ik doen. Ja, ik wou net mijn boek pakken om te gaan lezen. Edit is wel wat belangrijker. Dus ja, ik ga dat nu doen. Want ik weet niet hoe lang ze gaan slapen. Ik moet natuurlijk ook gaan koken. Dus ik denk dat ik de sapjes ga verplaatsen naar het weekend. Tijdens mijn cheat day. Dan doe ik tenminste iets gezonds op die dag. Nou guys, we zijn inmiddels 1,5 uur verder. Ik ben bijna klaar met editen. Mason werd in de tussentijd wakker. Dus zit hij nu op de bank. Noah slaapt nog steeds. Ik laat hem nog even, want hij was echt heel moe. Ik ga nu beginnen met koken. Ik heb mijn statief nu hier neergezet. Guys, wat vinden we hiervan? Normaal zit ik altijd zo laag en film ik echt vanuit mijn onderkin. Daar zie je ook echt mijn onderkin. Maar ik vind het veel beter. Alleen vind ik het licht wel ietsjes minder. Ik lijk blauw. Ja. Ik weet niet waarom dit zo is. Als ik het licht aanmaak.
Nee, ik vind... nee. Ja. Oké, wat staat er vandaag op het menu? Vandaag staat er op het menu rijst met zalm en asperge. Tijdens het maken van mijn menulijst probeerde ik zo gevarieerd mogelijk te eten. De ene keer aardappel, de andere keer rijst. Ik heb niet nagedacht, want zalm, asperge, ik vind dat persoonlijk het lekkerst. Met een mashed potato on the side. Kijk, dat kan ik nu niet gaan maken, wel voor de anderen. Maar dat gaat gewoon niet werken, omdat er echt boter en allerlei dingen in gaat. Dat ga ik niet maken. En in principe kan je het ook zonder boter maken, maar dan is het gewoon heel droog, niet lekker. Gisteren heb ik ook gekookte aardappelen gegeten. En ik zeg gewoon heel eerlijk, ik ben geen fan van gekookte aardappelen. Toen bedacht ik mij, ik kan mijn aardappelen schillen, in schijfjes snijden en in de airfryer doen. Zonder olie. Ik ga er daarna voor mezelf geen zout aan toevoegen. Voor de boys natuurlijk wel. Maar dan heb ik een soort van krokante aardappel. Ja, dat lijkt me wel wat. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Ik heb dat nog nooit eerder gedaan. Ik weet ook niet of het lekker gaat zijn. Anders ben ik faya. Ik heb net gekeken. We hebben nog als backup rosties. Misschien 4 of 5. Dan kunnen de jongens dat eten. En dan maak ik gewoon nog een salade on the side. Als ik het eten verpest heb. Ik ga vandaag zwaar experimenteren. Ik ga iets doen wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Het leek me heel erg lekker om de zalm in de oven te maken. Met de asperge in dezelfde ovenschaal. Ik heb dille, ik heb citroen. Ik ga er een heel feestje van maken. Ik heb trouwens echt een super mooie visovenschaal. Echt al heel lang geleden van mijn moeder gekregen. Maar I love it so much. Het is heel erg langwerpig en I really love it. Ik heb trouwens voor mijn zalm, heb ik dit gehaald van Brabantia. Om mijn zalm en asperge goed mee in te vetten. Ik heb wel zoiets, maar dan zo. Zeg maar deze en dan kan je dit zeg maar gebruiken. Maar ik wil dit eigenlijk alleen maar gebruiken om schalen mee in te vetten. Dus guys, ik ga nu lekker beginnen met koken. So enjoy cooking with me. Dinner is ready. Ik had net echt een super grote blunder gemaakt. Wist ik veel dat je... Ik had gewoon werkelijk waar geen idee dat je het eerst moest koken en dan moest bakken of in de airfryer wil doen. Ik had geen idee. Dus voortaan als je dit doet, dat kan. Maar je moet eerst koken en dan snijden. Maar hoe ga je iets koken en snijden? Je kookt het en daarna ga je snijden. Of je snijdt het en kookt het. Allebei kan. Anyways. Hebben de jongens... ik heb van het ovenstokbrood gehaald met kruidenboter. Voor mij. Het is inderdaad voor jou. En ik heb voor mezelf een salade en voor Cyrano. En die asperges zijn echt heel zacht geworden. Normaal gesproken zijn ze nog best wel hard, maar ze zijn echt heel zacht. Ik zeg, dat ik een beetje bitter proef. Echt heel lekker. Echt. Gaat, hoor.
Maar mijn lactaat is deze broodje. Dit broodje. Mm-hmm. En nu de zalm. Huh? De lekkere verse zalm. Ik heb bijna een zalm op. Wauw. Vond je het zo lekker? Huh? Nou, Noah is, heeft de zalm gewoon bijna op. Dat is nog meer dan moet het echt lekker zijn. Mama heeft die ook. Zo. Klopt, mama heeft die ook. Wauw. Lekker? Mmm. Ik vind het echt lekker. Mmm, lekker kippie, hè? Dat is echt lekker. Lekker vers, hè? Ik proef het. Ik proef het echt. Ik zat volgens mij echt te klagen dat ik 400 gram, 400 of 500 gram zalm had gekocht voor €25. Dat vond ik echt heel duur. Maar je proeft echt het verschil. Echt. Het is echt heel lekker. Maar goed, guys. Ik ga lekker genieten van mijn eten. Mama. En daarna pak ik jullie er weer bij. Mama. Vond je het eten lekker, Noah? Ja. Cool. Wat vond je het allerlekkerste? Nee, pom. Zalm en krabbetjes. Zalm en de krabbetjes vond je het lekkers? Ja, ja en een broodje. En een broodje. Jongens, het eten was echt heel lekker. Dit is wat er nog over is van de zalm. Maar deze man hier. En heeft die zalm gegeten alsof hij chicken wings aan het eten was. Ik ben zo trots op jou. Was ik lekker, heb, hè? Ik heb 20 zalm gegeten. Nee. Ja. Dat veel, hè? Ik heb heel veel gegeten. Op een gegeven moment was het te veel voor mij. Dus heb ik echt een kwart van mijn stuk aan Genoa gegeten. En hij heeft gewoon letterlijk alles gewoon zo opgegeten. Ja. Dat moeten we vaak kopen, hè? En deze appel. Kakoe! Maar goed, guys. Ik ga eventjes mijn buik... Ik wil vertellen wat je gaat doen. Dan moet je buik even uitrusten. Amen, dat is echt wat ik moet doen. Waarom moet je dan maar? Ruimte maken voor de ijsje en het toetje. Ja, gaan jullie een ijsje eten? Ja. Nee, ik heb echt geen kracht en plek voor een toetje. Nee, maar jij mag wel. Jij mag wel. Maar jij moet een slok komen voor mij. Nee, ik mag geen appelsap. Mama is op dieet. Dan ligt op de voeding. Ik ga zoals Noah net zei mijn buik even laten zakken. En daarna ga ik me omkleden en ga ik lekker naar de sportschool. Dus ik pak klaar. Jullie heel goed. Nee, je bent niet klaar. Ik wil niet meer. No ice cream for you. Jawel. Nee, mama is heel trots op jou. Je mag sowieso een ijsje. Jippie. Kijk papa. Ik heb een half van het rijst opgegeten. Ja, ja. Ik heb heel goed gegeten. Nou guys, ik ben ready om te gaan sporten. Oh, mijn haar ziet er niet uit. Nee, het ziet er echt niet uit. Het heeft me echt wat minuten gekost om me om te kleden. Want ik bedacht me, ik wil 3 keer in de week gaan sporten. Mijn dieet begint ergens midden in de week. Ik wil 3 keer in de week sporten. Dat betekent dat ik gewoon bijna 3 dagen achter elkaar moet sporten. En dat is iets dat ik eigenlijk nooit doe. Ik wil altijd wel een rustdag ergens hebben. Dus ja, het is heel heftig. Maar ja, weet je. Als je iets wil, moet je echt kappen met excuses verzinnen. Want anders kom je er gewoon niet. Ik ben me daar wel echt van bewust. Dus ik ga het gewoon killen. Ik wou heel graag na 11 uur gaan. Het is nu 10 uur. Ik ga gewoon nu. Want ik voel dat als ik nog een uur lang thuis ga zitten, ik echt in slaap ga vallen. De vlog van zondag wil ik ook alvast voor de helft editen na het sporten. Dus vandaar ik nu gewoon ga. En hoop ik dat ik vandaag wat meer content kan maken. Want gisteren heb ik dat bijna niet kunnen doen. Anyways, ik ga mijn spullen inpakken. Nou, dan gaan we lekker sporten. Zo. So, let's go.
Ik ben inmiddels klaar met editen. Ik ben echt blij dat het af is. Mijn water is ook bijna op. Alleen het laatste beetje kan ik nooit helemaal opdrinken. Dus dan moet ik echt... Misschien zo. Het laatste beetje wat ik samen met jullie doen. Heb ik gewoon met 2 liter water vandaag gedronken. En nog ook thee en... Shake en. I did it, baby. I did it. Oh, heerlijk. Ik voel me zo trots. Ik vind dat ik het zo goed doe voor dag 2 al. Ik heb dag 2 gewoon gekild vandaag. Echt, ik ben echt trots op mezelf. Ik ga nu lekker douchen, jongens. Ik ben helemaal gesloten. Het is 1:30. Daarna ga ik lekker naar mijn bed toe. Morgen moet ik werken. De camera viel net uit. Ik weet niet waar ik gebleven ben. Maar in ieder geval is het niet voor niets geweest. Kijk, ik zit hier zo te strijden. Sirana zit gewoon een chocola te eten. Like... The disrespect is real. Het is nog nota bene mijn chocola. Over 2 dagen heb ik cheat day. Gewoon is mijn chocola op. Ik kan het nog niet eten. Whatever. Chocola is goed tussen daar. Oh jongens, best zo moe. Kijk die vallen van mij. Echt niet normaal. En het voelt alsof ik ziek aan het worden ben. Kan ik echt niet erbij gebruiken hoor. Maar goed lieve mensen, bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet geen duim omhoog achter te laten. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan heb ik jullie... Hopelijk allemaal te zien bij de volgende video. Doeg!